FC Groningen-spits Luis Suárez heeft de arbitragezaak die hij tegen zijn club had aangespannen ingetrokken. Met de zaak wilde Suárez een transfer naar Ajax afdwingen. De Amsterdamse club bracht 2 weken geleden een bod van 3,5 miljoen euro voor de Uruguayaan uit. Veel te weinig, zo vinden zowel Suárez zaakwaarnemers als FC Groningen-directeur Hans Nijland. We hebben afgelopen weken een aantal gesprekken gevoerd met de zaakwaarnemers van Suárez. En ook zij vinden dat het bod wat Ajax heeft gedaan een veel te laag bod is, een belachelijk bod is. En twee, vindt men eigenlijk ook dat als het tot een zaak moet komen, dat je dat moet uitonderhandelen aan de onderhandelingstafel. En niet dat op deze manier moet afdwingen. Nou, ik zou dat voortschrijdend inzicht willen noemen. Naast dit voortschrijdend inzicht kwam de club de spits tegemoet met een contractsverbetering. Nijland wilde niet ingaan op de exacte inhoud van het gewijzigde contract, maar vaststaat dat het nog steeds tot medio 2011 van kracht is. Dat betekent overigens niet op voorhand dat Suárez ook komend seizoen weer voor de FC speelt. Binnenkort gaan Groningen en Ajax alsnog met elkaar om de tafel. Suárez heeft ons gevraagd dat toch te doen. Hij heeft de zaak ingetrokken, daar zijn we hem erkentelijk voor. Wij gaan met Ajax om de tafel. Nogmaals, insteek om hem te behouden. Ja, en komt Ajax toch met een veel beter bod wat ze nu hebben gedaan. Ja, dan kunnen wij altijd nog de zaak in heroverweging nemen. Maar vooralsnog is het nog lang niet zover.